Het ministerie van Justitie en Politie heeft een landelijk plan van aanpak voorbereid om grooming tegen te gaan. Dat zei minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie vandaag bij de behandeling van de wetswijziging Wetboek van Strafrecht in de Nationale Assemblée. Grooming heeft volgens de wet te maken met gedragingen waarbij handelingen gepleegd worden met het doel een kind seksueel te misbruiken. Volgens de minister is het van belang dat de wet wordt aangepast gezien menige jeugdigen slachtoffer worden van dit type seksueel misbruik dat vooral via digitale mogelijkheden plaatsvindt. Enkele punten waar er landelijk aan wordt gewerkt zijn capaciteitsversterking van de digitale recherche, het uitbreiden van meldpunten en de opsporingsbevoegdheid van politieambtenaren, zei Getrouw die antwoord gaf op vragen van assembleeleden. Wat betreft de aangiftebereidheid, hoe gaat de minister het doen met de aangifte-stimulering? Hoe zal het bevorderd worden? Het lid Breeveld stelde de vragen hoe het gesteld is met de verhoging van de aangiftebereidheid. Hoe de situatie nu is wat betreft de aangiftebereidheid. Op welke manier zal die verhoogd worden? Zijn er genoeg middelen geallockeerd voor de digitale recherche? Het Korps Politie Suriname is zich ervan bewust dat er veel meer gevallen van cybercrime voorkomen in de samenleving. Doch worden deze niet gemeld aan de politie. Het geven van gestructureerde voorlichting op het gebied van cybercrime, zowel intern bij het KPS als de samenleving, zal zeker worden opgevoerd. Dit als onderdeel van de preventieve dimensie in de aanpak van cybercrime. De capaciteitsversterking ten behoeve van de digitale recherche staat reeds op de staatsbegroting van 2020. De wet is gisteren in behandeling genomen. Voorzitter van de commissie van rapporteurs, Roselli Cotino van de NDP, heeft de openbare behandeling voorbereid. Ze vindt dat de geldboete van 50.000 SAD verhoogd moet worden. In de wet is een gevangenisstraf voorgesteld van ten hoogste 4 jaar en de geldboete. En artikel 293 gaat over kinderporno. Niet strafbare is degene die van de in lid 1 bedoelde afbeeldingen in het bezit wordt gesteld of wordt toegezonden. En deze onmiddellijk na waarneming vernietigt of verwijdert of daarvan onverwijld mededeling doet aan de politie. Dus overeenkomstig of in overeenstemming met de voorgaande misdrijven bij porno willen we dat ook aanscherpen voor wat betreft kinderporno. Dat als het gaat om kinderporno, als je dat meteen meldt of meteen vernietigt en geen deel uitmaakt van die verspreiding, dat je dan gevrijwaard bent van enige straf. Roselli Cotino, voorzitter van de commissie van rapporteurs, gisteren bij de behandeling van de wetswijziging Wetboek van Strafrecht in de Nationale Assemblée. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie kwam vandaag aan het woord.